Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Happy Healthy. Vandaag laat ik jullie zien hoe je twee populaire buikspieroefeningen op de juiste manier uitvoert. Ik laat jullie de sit-up en de crunch zien en daarna laat ik jullie 5 buikspieroefeningen zien die je ook kunt uitvoeren voor een platte en strakke buik. We beginnen met de sit-up. Bij een sit-up is het net als bij andere buikspieren belangrijk dat je je kin op je borst houdt, dat je geen holling onder je rug hebt en dat je niet trekt aan je nek. De ene zal de oefening volledig uit kunnen voeren en helemaal naar boven komen en de ander komt maar tot halverwege, maar dat is verder geen probleem. Als je je handen achter je oren wil houden mag dat, maar je mag ze ook voor je buik houden. Je gaat omhoog en weer terug. Omhoog en weer terug. En weer terug. De volgende oefening die ik jullie laat zien, dat is de crunch. Ook voor deze oefening geldt: zorg dat je geen holling onder je rug hebt, kin op je borst en niet aan je nek trekken. Voor deze oefening zet maar je handen langs je oren. En wat je doet is kort opkomen, even vasthouden en weer terug. Omhoog en weer terug. Zorg dat je schouders niet meer op de grond komen. Door je schouders niet op de grond te laten komen, zorg dat je altijd spanning houdt op je buikspieren. Dit is hoe je deze twee oefeningen op de juiste manier uitvoert. Ik ga jullie nu de volgende 5 oefeningen laten zien. Dit waren 5 variaties. Succes met trainen en tot de volgende video. Vond je dit een leuke video? Geef ons dan een duimpje omhoog. Om je te abonneren op ons YouTube kanaal, klik dan hierboven. Wil jij meer informatie over hoe jij een strakke buik kunt krijgen? Wellicht is de Strakke Buikbijbel iets voor jou. Een boek vol met informatie over eten en bewegen, over hoe jij die strakke buik kunt krijgen. Voor meer informatie, kijk op www.strakkebuikbijbel.nl. Tot onze volgende video.